Action! Lekker even bijtanken. Met hoofd en hijs. Hi lieve mensen, welkom bij het Tankstation. We hebben weer een nieuwe aflevering. Ik heb er heel veel zin in, jij Hoax? Absoluut, aflevering 5 alweer. Aflevering 5 met mijn lievelingsopdracht. Snatch Game! Snatch Game. Oeh, ja dat is spannend. Wie had jij gedaan? Oh, wat ben je mooi. Mien met de mandoline. Ach, ja, suikerhartjes op een jurk. Zij houdt ook van tulle onderrokken. Ik heb een vermoeden wie het is. Kaatje met je mondharmonicaatje. Truitje met een luidje. Ik zat dus te denken aan bijvoorbeeld Marijke Helwegen. Ja, lijkt me ook, heel leuk. Heel leuk, ja. Roekoe. Ja. Maar de meiden, voordat ze Snatch Game mogen doen, doen ook nog een mini-challenge. Dat is nieuw, want bij de andere versies is het altijd alleen maar Snatch Game. Ja, toch? Ze doen normaal altijd Snatch Game om gewoon Snatch Game de ster van de show te laten zijn. Ja. Omdat ik vind Snatch Game belangrijk in de serie, omdat Snatch Game maakt gelijk een onderscheid tussen de meiden. Van oké, wie zijn de contenders en wie doet er mee? De enige opdracht waarvan je zeker weet... Die zit erin. Maar voordat het zover is, krijgen ze dus nog de mini-challenge. En deze keer hebben ze een opdracht die ik zelf niet zo heel erg goed snap. Ze moeten namelijk zonder make-up, out of drag, naakt op een foto. En die mini-challenge is best uitdagend, kan ik jullie vertellen. RuPaul zegt altijd, we're all born naked and the rest is... Drag. En dan denk ik, goh, zijn we ineens bij Holland's Next Topmodel terechtgekomen? Waarom doen we dit? Ja, dat zou kunnen zijn, you're born naked, the rest is drag. Dat is natuurlijk een van de... Ja, maar ik wil dat toch liever de rest zien. Maar dan maar goed, oké, sommige opdrachten hoorden. Ik bedoel, de bak met water springen is ook natuurlijk weer iets anders. Ja. Dat gebeurt ook niet in het echte leven. Ja, maar dat is nog wel in drag dan. Laat ze dan in drag een foto nemen. Ik weet het niet. Ik snapte het gewoon niet. Ik kon er weinig mee. Ze deden allemaal, hadden ze best een prima foto. Dat is oké. Rob maakt ook beeldige foto's. Dat kan niet wel. En Rob Jacobs maakt eigenlijk alleen maar foto's van hele gespierde mannen. Ja. En dus nu had hij moest 10 keer zonder spieren fotograferen. Nou, de meeste meiden hebben nog wel een sixpackje ergens verstopt hoor. Ja, dat is wel waar. Maar Envy die vond het lastig, want die is heel erg onzeker over de lichaam. Geweest. Ja. Dat was even een mooi momentje reality tv. Ja, maar ik geloof ook niet per se dat zij zonder make-up daar stond. Nee, of is die dat had even een flinke smoky eye. Ik bedoel, het was, zou zonder make-up zijn, maar ik zag toch echt wel make-upje zitten hoor. Echt wel een kleine koolpotlood. Maar goed, weet je, als ze dat nodig had om zichzelf een beetje beter te voelen, waar hebben we het dan over? Ja, en ze zag er beeldig uit. En JJ die nog even lekker swaffelt en helikoptert en die helemaal in de elementen is. Ik vind het toch wel heel gezellig. Mama Queen die had de allermooiste foto. Ja, van dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het meest fashionable, het was mooi, het was kwetsbaar, het was prachtig. Maar daar was de jury het niet mee eens, want de prijs gaat naar JJ. Nou, wat wint ze? Wat wint ze? Nog een foto bij Rob. Ze mag nog een keer een foto nog bij Rob nemen. Nog een keer een foto bij Rob nemen. En ik denk, is dat een prijs vast wel? Hartstikke leuk. Maar deze keer mag ze in drag. Deze keer mag ze in drag. Ja. En dan, maar uiteindelijk mocht Rob Jacobs even uitkiezen en scouten wie die dan op de foto wilde zetten. Ja. Gratis. Maar volgens mij, als je Rob een leuk berichtje stuurt, wil die best een foto van je maken, hoor. Daar hoef je niet per se die wedstrijd voor te winnen, denk ik dan. Nee, dan maar goed. Hè? Ze heeft gewonnen, ze gaan door. Ja. En dus daarna komt Fred binnen en vertelt over de main challenge, over Snatch Game. Mm-hmm. En hij zegt, het belangrijkste bij Snatch Game is... Of dat de meiden lukt... Sommige wel. Er waren echt een paar momentjes die ik heel grappig vond. Maar wat ik het leukste vind van Snatch Game altijd is... Voordat ze beginnen en ze zijn aan het make-uppen... Normaal gezien gaat Ru dan even langs. Dat deed Fred nu ook. God, wie doe je? En wie doe je en waarom? En geeft hij ze wat tips en trucs. Ja. En dat miste ik een heel klein beetje. Zeker wetende dat Carlo Boshart in de uitzending zat. Waarom ging Carlo Boshart niet even mee... even een klein adviesje geven aan de meiden? Die is natuurlijk expert in typetjes doen. Die man doet alleen maar typetjes, weet je wel. Waarom is hij daar niet? Ja, nou ja, dat vond ik een... Vond ik ook een gemiste kans. Ja, we hebben dus... Zeg maar, Mama Queen, die is Rianne van Dorst. Ja. Nou, de look was helemaal af. Dat was fantastisch. Absoluut. Dan hebben we Abby,
die Michelle Cox doet. Love Michelle, love Abby. Deze combinatie begreep ik niet helemaal. Nee. En ook zonder de stem. Kijk, de stem is eigenlijk de helft van je... Ja, dat Arnhems accent is heel lastig. Ik kom uit Arnhem en zelfs ik kan het niet. Dat is ook een heel lastig accent. Maar kies dan een ander personage. Want ik denk wel dat je, als je Michelle Cox doet, dat je dat accent erbij moet doen. Dan moet je er wel vol voor gaan. Maar heb je iets waarbij je denkt, nou Abby, waarom deed je niet... Pablo Vittar. Ja. Had ik enig gevonden. Maar is Pablo grappig? Nee, weet ik niet. Maar Michelle was in dit geval ook niet per se. Nou ja, nee, klopt. Ja. Nou, of een Maxima. Had een Maxima gedaan. Maxima was leuk ook geweest. Heel grappig. Ja, Maxima of een van de dochters. Ja. Dan hebben we JJ, Justin, of Jenny, als... Hallo, ik ben Arnie Skill. Ah ja, Arnie Skill. Mag ik heel even zeggen dat ik heb gedroomd over Justin, of JJ, sorry. Ik heb gedroomd over JJ die Annie Schilder deed. Voordat ze maar bij de bekendmaking, dacht ik, hoe leuk zou dat zijn? En ja hoor, daar stond ze in volle klederdracht. Ja. Een ode aan haar dorp. Ik vond wel het verhaal wat JJ vertelde over dat dorp, dat ze vertelde over hoe dat dan is om op te groeien in zo'n dorp. Waarom Annie? Ik kom zelf uit Volendam en ik heb heel lang een soort van... gevochten tegen het idee dat ik uit Volendam kom. Ik zag dat echt als iets heel naars. Omdat ik me er nooit thuis heb gevoeld. Ik ben er nooit geaccepteerd daar, heel lang gepest. En ik hoorde er nooit bij. Je moet er echt bij horen. Mijn jeugd was thuis heel goed. Maar Volendam is natuurlijk wel ja, een moeilijk dorp. Mijn leeftijdsgenoten waren heel afschuwelijk. En ik heb uiteindelijk ook echt wel een aanvaring gehad waarbij ik wel echt door 6 jongens gewoon geslagen ben. Ik herken dat heel erg. Ik kom zelf uit Ierseke. Het is het Volendam van Zeeland. Alleen ja. De mensen kunnen niet zingen. Nee. Verder weinig creativiteit. Lof de mensen. Maar behalve, het is een zeedorpje. Ik weet precies waar die vandaan komt. Ik snap ook heel erg goed. En ik vind het dan ook juist heel sterk dat hij zegt... Nee, ik doe iemand uit mijn dorp, uit mijn cultuur. Cirkeltje rondgemaakt, klaar. Ja. Deed hij het goed... Weten we eigenlijk helemaal niet. We hebben je de 2 zinnen horen zeggen. Ja, ze heeft niet heel veel screentime gekregen, nee, Arnie. Dus we weten het niet. Ik weet niet of het grappig was. Sede Jean. Ja, die mega, mega Mindy doet. Ja. Ja, het was een mega, mega... Mega, mega veel kansen die ze niet heeft gepakt. Nee, wat we hebben gezien. Ja, wat opname, we hebben gezien. Zo'n opname duurt heel lang. Tuurlijk, er zijn vast ook heel veel dingen gebeurd die wel heel grappig waren. Die we natuurlijk allemaal niet zien op tv. Want ja... Moet toch een programma gemaakt worden. Maar van wat ik gezien heb, vond ik het gewoon niet zo grappig. Nee. En wie is Toby? Al die referenties naar Toby. Ik heb ook geen idee wie is Toby. Weet je wat ik dus heel leuk had gevonden? Als hij Samson had gedaan. Oh, ja, of gewoon K3 en dan alle 3 doen. Ja. Karen, Christel en Katlijn. Met gewoon af en toe even een pruikje wisselen. En Josje. En Josje. Ja, en die dan met een Nederlands accent. Heel zwaar. Dat lijkt me leuk. Ja, op zoek naar K3. Ja, Gert Verhulst, zijn zoon, weet ik wel. Maar ja, Goedele Liekens. Goedele. Ach, dat was ook een goeie geweest. Natuurlijk... Nee, weet je... Nee, ik weet het. Wendy van Wanten. Wie is Wendy van Wanten? Weet je niet wie Wendy van Wanten is? Nee? Wendy van Wanten is van de Pin-Up Club. Oh. Van de jaren 80. Oh ja. Ja, toen was ik er nog niet. Jawel hoor, toen was je de best. Maar... Nee, maar Wendy van Wanten is hartstikke leuk. Google er maar op. Enige vrouw. Oké. Okay. Envy doet Patty Bart. Leuk. Vond ik heel grappig. Wel heel grappig. Ze had heel goed de maniertjes. Dat lachje met die tong. Ik kan het niet. Ze had props op props op props. Vond ik leuk. Ik kan het niet. Ik ook niet. Ik ben niet zo goed met mijn tong. Nee. Maar Envy gelukkig wel. Ze had zichzelf een klisma gegeven. Ze zat nog lekker aan die slang te zuigen. Ze had een komkommer. Ze had allemaal leuke props. Ik vond het grappig. Het was geslaagd. Ik moest erom lachen. Maar dan hebben we ook nog Chelsea. Chelsea Boy. Chelsea. Die Joe Exotic doet. Ja, ik ben er dus... Bekend van Tiger King. Ja, I know. Ik ben dus vandaag zo oud dat ik er dus achter kom dat Chelsea... Want ik hoor op een gegeven moment Abby in de confessional zeggen... We shall see, boy. Ja, dat was een leuke grap was in het begin. Ja, maar toen dacht ik, maar is dat dan de woordgrap van Chelsea Boy? Chelsea, we shall see. Of is het nou gewoon... Nee, volgens mij is het gewoon een woordgrap die Abby bedacht heeft. Oh. Denk ik. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Maar goed, Chelsea Boy, die is Joe Exotic. En die heeft de maniertjes down. Hij heeft er ook natuurlijk enorm over nagedacht. Want... Enorm op gestudeerd. Ja, dat geloof ik echt. Dat zie ik ook wel. Ja, mijn snatch game zit echt weken en weken aan voorbereiding. En ik kan die fucking show niet meer zien. Ik vind het een beetje gerepeteerd.
vind het weinig grappig in het moment, maar de dingen die hij doet zijn heel leuk en spot on en hij doet het heel goed. Hij doet het natuurlijk wel. Wat hij doet is les 1 van mediatraining. Het gaat er niet om wat de vraag is, maar wat je antwoord is. Dus ja. Hij heeft wat de vraag was, maakte niet uit. Hij had zijn antwoord al klaar. En dat was wat hij heel erg goed deed. Ik vond het grappig. Ik vond het klopte. Ja, ik vond hem heel erg leuk. Ik vond ook wel dat hij wint. Maar dan zag je dus ook Monica Geuze. Ja, wie is die vrouw? Ja, Monica Geuze is een vlogster, YouTube-ster, presentatrice. Oh, we zijn collega's. We zijn collega's. Zitten samen op hetzelfde... We zitten bij dezelfde zender. Ik was er niet bij de kerstborrel. Ja, we zitten bij dezelfde zender, bij hetzelfde modellenbureau. Oh. Instagram. Ja, oké. Okay. Nee, ik heb dus nog nooit van die vrouw gehoord, moet ik bekennen. Nee. Maar leuk dat ze er was. Ja, maar heb je er wat gehoord zeggen? Nee. Nee, ja? Nee. Nee. Monica, leuke meid. Leuk dat ik haar heb leren kennen nu. Leuk dat we door beeld hebben gezien. Ja. Leren kennen is een groot woord. Ja, nee, dat helemaal niet. Het was niet afschuwelijk, maar ik vond het toch niet per se heel grappig. Nou, ik vind gewoon voor een opdracht waarvan je weet dat die gaat komen, vind ik het gewoon wel belangrijk dat je daar gewoon je best voor kan doen. Ja. En dat je de look hebt, oké, maar dan moet je de maniertjes ook doen. Ze zagen er allemaal heel goed uit, ja, vond absoluut. Ik. Echt prachtig, goed gedaan. Die looks hadden ze allemaal helemaal down. Ja, true. Nou ja, dan gaan we de runway bespreken. Oeh. En dat kunnen we met z'n tweetjes doen. Kan. Kan. Gaat dan prima, een paar afgelopen weken. Ja, maar ik dacht, misschien is het leuk als we deze week een professional inhuren. Even inhuren. Oeh. Inhuren alsof we hier geld hebben bij het tankstation mensen. We betalen je met exposure en liefde. We betalen met exposure en krentenbollen met kaas. Ja. Maar dus ik dacht, waarom laten we... Je hebt het al weken over hem. Over onze Dennis. Ach, laten we vragen of Dennis die niet zin heeft om erbij te komen. Dennis! Kom er maar in. Dennis! Dennis! Ja. Dennis! Ja, hij zit daar. Daar. Ja, en hij is niet alleen. Hij heeft een vriendje meegenomen. Ja, dat is Bram. Fijn dat ik hier mag zijn, samen met Brammetje. Met Brammetje, ja. Maar wat ziet Bram er ook beeldig uit. Ja, roze match heel erg goed met zijn bloed doorlopen oogjes. Ja, top. Zij heeft net nog even een beetje gebloot voor de uitzending, dus die lekker rustig. Ja. Top. Nou, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Ja, de naam is al vaker voorbij gekomen. Nu hebben jullie dus ook een gezicht erbij, dames en heren. Dit is Dennis Diem, die prachtige looks van Chelsea heeft gemaakt. Klopt, ja. Dus wij dachten dat het een leuk idee zou zijn om samen met jou de runway te gaan bespreken. Ik heb er zin in. Nou, ik ook. Nou, wij ook. Ik neem mijn notitieblok er weer bij, want ik kan natuurlijk niks onthouden. De runway. Wie is de eerste die de runway opkomt? Dat is Abby, oh my god. Als half man en half vrouw in business. Het was zat een goede naam voor de look. Het was It's a Tie. Want ze had een jurk met allemaal stropdassen aan één kant. Van dat was de jurk. Ja. En ze had een pak. Aan de andere kant. Ja, wat vond je? Ja, het was oké. Ik was er niet wild van. Het was leuk. Ik kan me herinneren dat ik de broek van de mannenkant een beetje raar gesneden vond. Ja, die ging schuin opzij. Ja. Maar ik moet wel zeggen, de mannenkant, ik ga er wel goed op hoor, zo'n soort man. Met dat lipje erbij. Ja, dat lipje vond ik dus ook prima. Ik vond het heerlijk. Ik hou wel van een man met een lipje. Het lipje van Abby, ik heb het gemist wat voor lipje was. Ja, er was een jurycommentaar over een lipje. Dat, volgens mij was het Rut die zei iets met dat lipje. Ja, maar ik dacht dat ze hun mond open deed de hele tijd. Dat ook. Ja. En Fred zei daar heel erg leuk dat je er heel veel dingen mee kan doen. Nee, ik snap dat wel. Ik bedoel, Abby de look als man, perfect, weet je. En dat mag ook meer naar buiten toe komen. Ja, vind ik ook. De tweede die de runway overkomt is dan de zus Envy. Ja, en een beetje een soort van hetzelfde idee, maar dan net even iets mooier uitgevoerd. Ja. Of zeg ik nu iets lulligs? Nou ja, ze had niet een jurk gemaakt van stropdassen. Nee, dat is waar. Nou, ik vond wel, Envy gaf me total douche slang. Ja. Ja. Waar ik ook weer goed op ga. Douchey man, ik hou ervan. Maar voor de rest, qua outfit niks op aan te merken. Het zat goed in elkaar. Ja. Het was mooi, het was misschien... ietsje voorspelbaar, maar het zat lekker in elkaar. Ja, dat vond ik ook. Het was weinig spannend. Weinig spannend, goed uitgevoerd, niet bijster origineel. Nee, maar ik vind ook dit thema, wat ze dan krijgen, split personalities. En dan willen ze een man en een vrouwenkant zien. Vind ik ook heel moeilijk om dat heel erg mooi te maken. Omdat het altijd... Ja. Omdat ze willen dus een tweedeling zien, maar ik vind een tweedeling in een look al een beetje ingewikkeld. Dus dan krijg je twee halve... stukjes die je tegen elkaar moet doen. Het is natuurlijk heel snel dat je denkt,
man-vrouw, maar split personality kan zoveel meer dan dat zijn. Ja. Als je gender neutral bent, de volgende looks die er aankomen. De volgende, die had dat inderdaad ook. De volgende was namelijk Mama Queen. Ja. En die had een reference naar een oudere, andere Drag Race Amerikaanse aflevering met de Inner Saboteur. Wat een afschuwelijke runway was toen der tijd. In seizoen 10 was dat, ja. Met Eureka en Aquaria. Dat was slecht. Maar ze heeft dus de ene helft de Inner Saboteur en de andere helft is beeldig Mama Queen. Ja, fantastisch. Goeie look. Vind ik dus heel erg mooi. Dit was echt alles. Gewoon als je zag hoe het in elkaar zat, de cape erbij. Flabbergasted. Het was compleet dat ik dacht van, dit is hem. Qua looks vond ik dit geweldig. Het ding is natuurlijk, de jury, wat ik heel jammer vind, is dat ze heel kortzichtig waren over, dit moet het zijn. Ja. Split percent is man-vrouw. Terwijl je dan zo'n lekkere eenheidsworst krijgt. Ja, iedereen houdt van worst, maar eenheidsworst op de runway, ik weet het niet hoor. Ja. Nee, ik vond dit echt een prachtige look. Je houdt van een stukje worst, een plakje worst, maar je hoeft niet per se de hele worst op te eten. Precies dat, ja. Ik vond Mama Queen de look heel leuk. Ik vond het ook mooi dat ze haar de tijd gaven om het goed uit te leggen. Dat ze haar verhaal kon vertellen over dat zij het niet zo ziet als mannen en vrouwen. En dat het als non-binair, dat je daar wat minder in gelooft. Ik vond dat ook wel een belangrijk verhaal om te vertellen. Ja, absoluut. De volgende is Chelsea Boy. Chelsea Boy, ja. Wat vond ik daarvan? Nou ja, ik weet natuurlijk wie dat gemaakt heeft. Die zit hier ook. Ja. Ja, ik vond het heel mooi. Aan de kant waar er daadwerkelijk iets zat. En de andere helft was ze natuurlijk eigenlijk gewoon naakt. Vond ik een beetje jammer. Ik wilde meer. Kijk, dit is de look waar we het langst aan bezig zijn geweest. Elk schubje is met de hand geknipt. Wauw. Normaal heb ik heel veel stagiaires die het erop naaien. Die hadden we nu niet. Dus ik heb zelf alles even één opgedaan. En... Dus deze look ligt mij heel dicht bij het hart, absoluut. Mm-hmm. En ik vond zijn uitleg ook, waar hij als eerste mee kwam, het hele concept erachter, dat hij geboren is als man, en dat is dus naakt, en dan evalueer je in wat anders, vond ik heel sterk. En daarbij ook heel belangrijk dat hij aan de ene kant naakt was, zeg maar. En hij lijkt naakt, maar er zaten ook nog best wel veel doorzichtige schubjes op. Delusion bodysuit pakje. Dus voor mij heel moeilijk om te jureren, omdat het zo dichtbij me staat. Nou ja, gelukkig zit je ook niet in de jury. Dus dat is het. Ik kan niet bij ons op de bank zitten. Nou, nog steeds jureren, hè? Nee, Maar ik ben wel dus benieuwd, hoe gaat zo'n proces? Dus iemand komt bij jou en die zegt, nou ja, ik doe mee aan het programma. Wil je me helpen met outfits of wil je iets bedenken? Dus is dat een samenwerking dat je dat samen bedenkt of is dat echt... Absoluut. Nou, kijk... Hoogst ken ik jaren. Ja. Alle tijd. Ja. En onze esthetiek zit heel erg op één lijn, dus dat gaat heel makkelijk. Toen Chelsea mij belde, toen dacht ik van, oeh, dit is interessant. Dit is heel anders dan wat ik normaal gesproken doe. Maar die samenwerking was perfect, want hij staat heel erg open voor alles. En ik vind het heel erg leuk om iets nieuws te proberen, wat dus sterker wordt daardoor. Ja. En ik vind zijn concept altijd heel erg sterk. Ja. Dus daardoor... kan ik dan ook qua techniek meer toepassen, waardoor je zo'n look krijgt. En... Dit nou trouwens ook die looks waar ook een klein deeltje van mij in zat, deze look. Zeker weten. Ja, hè? Want die nagels die kwamen me heel bekend voor. Precies. Die zijn van mij. Oh, echt waar? Geleerd. Oh. En de nagellak ook. Ja, ook. Ja. Holographic. Nou, dus je was toch een beetje bij Drag Race. Ik heb ook een beetje aan Drag Race meegedaan. Ja, ze was de 12e queen. Oh, volgende week. Kijk, als je erin had gezeten, dan was er geen ruimte meer geweest voor anderen waar kleding voor kon maken. Nee, dat is waar. Dus heel fijn voor Chelsea dat ik niet meedeed. Het is natuurlijk wel hartstikke leuk, want Chelsea is een van de breakout stars van Drag Race Holland. Absoluut. Mede door de looks en mede door de concepten. Ja. Die vanaf het begin, vanaf de opening, of vanaf de Meet the Queens als het ware, tot aan nu gewoon zo ontzettend sterk zijn. Het lijkt me gewoon fantastisch om mee te werken. Compleet inspiring. Ja. Op het moment dat je met hem praat en hij denkt heel lang over dingen na. En ik ben veel sneller van pap, 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 dit gaan we zo doen. En, die samenwerking was subliem. Heel fijn. Hartstikke leuk. Super tof. Ja, hele mooie dingen hebben we wel voorbij zien komen. Ja. En wie weet, misschien nog wel meer. Ja. Jij weet ik ben toch wel benieuwd wat zo'n finale jurk van zo'n Chelsea Boy eruit zou zien. Who can say? Ja, who knows? Who knows? Misschien zit ze erin, misschien niet. Je weet het niet. Nee. Dan hebben we nog de volgende op de runway. Dat is niemand minder dan JJ. Ja, en die had een spiegel midden op de poren. Vond ik dus hartstikke slim.
werkt heel goed, want zo zie je de helft. Maar je ziet toch twee helften en je ziet toch een heel gezicht. Ik vind dat slim, ik hou ervan. Jij vond haar jongenslook enig, dat weet ik ook zeker. Dat lijkt een beetje hierop eigenlijk. Ik kan er nu natuurlijk niks van zeggen. Het is een wit t-shirtje met een gekleurde tuinbroek. Ja, dat was ja. Eigenlijk ook wat... Ja, nou, het is ook een stijl van JD. Ja. Een soort van. Een soort van. Nee, vond ik heel leuk. En de meisjeslook was roze... Ja, dat was, dat was typisch JD. Een roze samba pakje, dat had ik opgeschreven. Het loopje daarentegen. Ja. Eén hak... Eén schoen met een plateautje, ja. Mannenschoen. Kijk, als je dan Marilyn Monroe hebt, die zei altijd van... zaag een klein stukje van mijn ene hak af, daardoor krijg ik mijn signature wiggle. Dit was niet de signature wiggle. Nee, ze was een beetje aan het struinen. Maar de split, zeg maar, subliem met die spiegel. Ja, ik vond het heel mooi. Ze noemde zichzelf een kwetsbare twink aan de ene kant. Een kwetsbare twink. Ik zat te gillen op de bank. Dus ik ga er vanaf nu ook alleen maar die ene kwetsbare twink noemen. Val je er nou van in slaap, Bram? Ja. Ja, ik snap het. Ja, dit is ook vermoeiend. We moeten er nog één, Bram, hier, nog eentje. We hebben natuurlijk Cedergine, die de runway bestrijkt. Die het allerleukste concept van allemaal had. Absoluut. Het meest creatieve concept, het leukste concept, het grappigste concept. Alleen miste het voor mij wel iets aan uitvoering. Ik kreeg het gevoel kleuren van Doe Maar, maar toch Doe Maar niet. En het tweede ding wat ik dacht van, had er Dolly... Parton van gemaakt en Kenny Rogers zat er al in, ja. Islands in the Stream, ja. Geen groen en roze gezicht en dan was je gewoon klaar geweest. Dolly. Ja, absoluut. Had ik ook heel leuk gevonden. Ja, of als hij dit had willen doen, dan had hij echt gewoon met protheses, hoe noem je protheses? Had hij echt gewoon inderdaad, maar gewoon, weet je, daar had een neus gemoeten, daar had iets mee gemoeten. Weet je wel, de make-up was, weet je, dat hij op had, was niet dekkend. Het was niet heel goed. Het las voor mij echt niet als Miss Piggy, of als een kikker, of als een varken. Het zag er, ja, I don't know. Ik denk dat het goed bedoeld was. Het commentaar van de jury, was je het daarmee eens wat ze kregen? Cedergine of de rest? Gewoon nou, de rest heeft het algemeen. Nee, daar had ik veel moeite mee. Maar dat kwam ook omdat ik denk... Carlos is natuurlijk geweldig voor de Snatch Game. Maar ze hadden erbij iemand moeten hebben die meer op het spectrum zat... qua split personality. En Richard God love her, maar in dat opzicht wil ze showgirl zien. En dat snap ik wel. Maar daar had, ik denk, een nog een keer Nicky Tutorials daar geweldig voor was geweest om het op een dieper niveau te begrijpen. En wat ik al eerder zei, een eenheidsworst is saai. Je wil niet allemaal dat iedereen hetzelfde doet en dat er split is. En daar had veel meer mee gedaan kunnen worden. Qua jury, denk ik dan. Ja. Maar de look van Fred, ik ging hier zo goed op. Roze haar, roze haar dat is, daar hou ik van. Helemaal 2020. Ja. Ze mochten allemaal iets meer ingesnoerd worden, ook Fred, maar... Iets meer taaien. Zeg ik vandaag dat ik nul taaien heb, hoor. Ik ben echt op standje makkelijk. Het viel mij op dat Fred echt deze keer ook echt drag make-up had. Dat glittertje op het oog, zeg maar, Panamoer roze glittertje. Want normaal is hij gewoon een beetje soort van echt als soort van vrouw, maken ze me op. En deze keer vond ik hem echt als drag. Ik vond hem wel heel goed. Ja, dat wil ik ook ooit nog een keer. Ja? Echt als drag. Nou, doe je best. Er wint ook iemand deze aflevering en dat is niet Chelsea. Nee, voel jezelf verantwoordelijk. Is een kutvraag, sorry. Want ze heeft de Snatch Game zo goed gedaan. Ja, dan wordt ze op de outfit, wordt ze er, maar dan wint ze. Nee, maar niet voel je verantwoordelijk. Nee. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je daar... Ik had nog wat meer schubjes kunnen plakken. Ja. Dat had gekut. En als ik op terugkijk, dan denk ik van misschien... Alle pruiken waren door iemand anders gedaan, zeg maar. En dit was de eerste pruik die ik had gedaan, ook bij de hele complete look. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik van ja, ik had die kant misschien wat langer gedaan. Of met een wel slick back, maar dat in ieder geval lang haar en die kant zat. Maar voor de rest, nee, eigenlijk niet. De look klopt en haar idee klopt in dat opzicht. En ik denk dat we dat niet beter hadden kunnen doen. Nee. Ik denk ook niet dat het aan de look ligt. Ik denk gewoon meer aan dat de jury die er zat het concept niet snapte. Ik denk dat het eerder daaraan ligt. Ik zou het niet per se zoeken in wat jij hebt gedaan. Zo bedoelde ik het ook niet. Hoor. En ik moet ook wel zeggen uit de community, veel de jury niet. Hè? Ik bedoel, blijf ook aardig naar de jury toe. Want ik ben best een beetje, ik denk van bepaalde opmerkingen.
over gender neutral en dat soort dingen vond ik heel kort door de bocht. Ja. Maar veel ze niet. Ze weten niet beter. Daarom. Nee. Mensen moeten ook gewoon de tijd krijgen om dingen te leren. Ja. Dat is ook prima. Chelsea wint de Snatch Game, wint niet de overall aflevering, want die eer valt een deel aan Envy. Ja. Nou ja, Envy deed de Snatch Game ook hartstikke ook geweldig, goed. Ja. Runway was ook beeldig, prima. Dus zij wint nu weer 1000 euro aan iets. Oh ja, van de Sofa Company, aan meubels. Ze wint 1000 euro aan banken, super ja. Chill. Ja, dat was natuurlijk echt nek aan nek tussen Chelsea en Envy. Ja, en dan vonden ze de look van Envy net beter, tenminste meer passen bij het thema dan... En ik ben het daar niet mee eens, maar nee. Ik vind nog steeds dat, weet je, eigenlijk had het gewoon een double win moeten zijn. Ja, naar mijn idee. Had ik ook prima gevonden. Als je dan had gezegd van allebei, delen ze die bank. Ja. Ja, ben ik er wel mee eens. Dan moet er natuurlijk ook weer geplaybacked worden voor het leven. En dat moeten Cedergine en Abby doen. Nou, Abby voor de 8e keer op rij. Hoeveelste keer is dit nou dat dit is haar derde keer. En de derde keer als je lipsynkt in Drag Race is eigenlijk normaal. Is de derde keer de Kiss of Death, weet je wel. Er is nog geen enkele queen die de derde heeft overleefd. Nee. Oh. Dus nou ja, goed, naar spoiler alert, ze overleeft het. Ja, Girl van Anouk is het nummer waar ze op moeten playbacken. Ja. Wat vind je van het nummer? Wat een kutnummer. Ja, hè? Nou, nee, kijk, ik snap het nummer wel, maar om dat nummer in 1,5 minuut te doen op de mainstage van RuPaul's Drag Race en met alle nummers waar ze uit kunnen kiezen, begrijp ik niet zo heel erg goed dat dit nummer bij hun bij de top 10 zat van, nou, dit gaan we doen. Nee. Ik snap de achterliggende gedachte wel. En ik moet zeggen dat het begon en ik zag Abby staan en ik zei, ah ja, ik voel het. Want ik heb het al weken over van, ik wil gewoon een keer, ik wil het gewoon een keer voelen bij en die meiden. En ik voelde het bij Abby. Ik voelde het in het begin. Oh, oké. Okay. En ik zag, ik dacht, ja, dat doet ze goed. En ik zag Cedergine paraderen heen en weer. Maar ja. Cedergine moet naar huis. Ja, is dat terecht? Wat ik heb gezien van de lip-sync, ja, denk ik wel dat het terecht was. Ik vond Abby echt wel weer heel erg goed in deze lip-sync. Ja. Beter dan Cedergine. Cedergine, die liep het weg. Maar... Ze had eindeloos veel loze loopjes, waarvan ik denk, nee, focus in de boodschap. Ja, true. En Abby, die deed dat. Maar ik vind het wel pittig. Absoluut, ik vind het eeuwig zonde, want ik vind Cedergine fantastisch. Ja. En het toont maar weer hoe spannend die hele wedstrijd is. Ja, het is zo'n super goede cast. Je hebt maar één mindere week te hebben en voor je het weet lig je eruit. En hoe dicht alles bij elkaar ligt. Ja. Dus als Envy zo meteen een slechte week heeft, wordt ze ook naar huis gestuurd. Ja. Het kan zomaar. Als het bij Cedergine kan het bij iedereen. Als ze tegen Abby moet lipzinken wel, ja. Ja. Blijkbaar. Ja. Dennis, ach ja, en Bram, dank jullie wel voor jullie komst. Ik ben heel blij dat ik aanwezig mag zijn. Ja, ja, hartstikke fijn dat je erbij was. Heel gezellig. Nou, we zien elkaar heel erg snel. Ja, absoluut. Volgende keer bij ons. Lijkt me leuk. Goed dan. Ja, en laten wij dus maar eens even gaan praten met niemand minder dan... Cedergine! Hallo! Hallo, lieve schat. Welkom. Hey. Hartstikke fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. En bij ons in het tankstation wil komen. Hé, hey, ja, even tanken toch? Ja, precies. Even bijtanken. Dat heb je wel verdiend. Hoe gaat Dank het met u, je? Ja. Hoe gaat het met ja, je? Ja, goed. Het is dubbel. Hè. Natuurlijk had ik heel graag nog in de race gezeten. Maar het is wat het is. Er is niks aan te veranderen. Het is een rollercoaster aan emoties. Maar ik ben een gelukkige man. Ik ben heel trots op wat ik gedaan heb. Ik ben heel blij dat ik deze ervaring heb mogen meemaken. En het is gewoon, het komt allemaal nu op mij af. Hè. Al die interviews, de exit interviews noemt dat dan ook. Dat is een verschrikkelijke naam. Ja. Alsof het allemaal nu in één keer voorbij is, al die exit. Als het allemaal voorbij is, ja. Nee. Ik ben er nog niet klaar mee. Nee. En wij zijn ook nog niet klaar met jou, dus dat komt mooi aan. Nee, absoluut niet. Nee. Wij hebben natuurlijk heel veel verschillende looks van Cedergine mogen zien. We hebben Cedergine de Comedy Queen kunnen zien. We hebben Cedergine de Club Kid kunnen zien. We hebben Cedergine de Campy Queen kunnen zien. Is er nog een kans van Cedergine waarvan jij had gewild dat je die ook nog had kunnen tonen aan de wereld?
Ja, zeker. Al de andere afleveringen die nu nog op ons gaan afkomen, die waren echt fantastisch geweest ook. Ik kan natuurlijk nog niet zeggen welke categorie het op de runway gaat zijn, maar die had ik allemaal zo goed uitgewerkt en bedacht. Misschien net iets beter dan Miss Piggy en Kermit de Kikker. Maar ja, het is wat het is. Ik had ook gewoon half vrouw, half man er kunnen staan, zoals de vijf andere queens. En ik heb een risico genomen en ik ben daar nog altijd heel trots op. Welke look ben je zelf het meest trots op die je hebt kunnen laten zien? Dat zou voor mij toch wel Jackson Pollock zijn, omdat het zo helemaal uit mijn comfortzone was. En ik zou zoiets nooit gedaan hebben. Moest ik niet op Drag Race gezeten hebben. En nee. Ik moet er twee zeggen, want Marie-Antoinette was ook wel echt een van mijn favorite looks. Wow. Die ik zelf, hier had al die dingen gelast waren en dat ik al die taarten had gevonden. Ik had denk ik 300 taarten besteld, cupcakes en zo besteld op Wish en op AliExpress. Maar die waren dus nooit op tijd aangekomen door Miss Arona. Nee, dus dan ben ik die allemaal in een etalagewinkel gaan kopen. En nu belt mijn grootmoeder nog altijd, zeg, die taarten, dat blijft maar komen. Ik vraag me dan ook af, hoe ben je naar Drag Race gegaan? Heb je echt een vrachtwagen meegenomen? Want je props waren allemaal gigantisch. Ja, zoals jullie weten waarschijnlijk. Hè. Ik ben gewend van heel veel te reizen en naar Mykonos, Gran Canaria, Rusland. Dus ik ben wel echt gewend om alles zo demontabel te maken, te demonteren. Oh, ja. Dus de rok van Marie-Antoinette, die kan ook helemaal uit elkaar en zo in elkaar weer. Oh, wow. De kinderwagen kan ook helemaal gedemonteerd worden. Dus ik ben daar heel goed in, maar alsnog was het wel anderhalve bus die ze gevuld hebben om mij naar daar te krijgen. Ja. Ja, het waren enorme kostuums, heel veel props. Maar wat heb jij die runways ongelooflijk goed gedaan? Ja, fantastisch. Van het begin af aan. Ja. Niet alleen de runways hoor. Ik ben echt. Ik was natuurlijk al fan van Sergine, maar dat ben ik nu nog meer. Want niet alleen de runways, maar ook vooral in de challenges vond ik jou zo ongelooflijk grappig de hele tijd. Dank u wel, dank u. Ja, and not even one win. Ja. Nee. Dat vind ik ook een beetje jammer. Je had er misschien wel een paar verdiend hoor, denk ik. Ik hoor heel veel zo op Instagram, you're robbed and whatever. Maar eigenlijk, als ik dan terugkijk aan de dingen die je kunt winnen, dat is dan een make-up pakket. Cedergine, die gebruikt drie kleuren al heel haar leven lang. Kijk, zij heeft diezelfde kleuren ook en nog 14 andere kleuren. Ja. Maar zij heeft vandaag geïnspireerd op jou. Ik doe vandaag rood met geel, met oranje. Ik denk, ik doe vandaag Cedergine de kleuren. Alleen, ik had toch iets meer nodig uiteindelijk. Dus er is nog blauw en groen en paars bijgekomen. Uiteindelijk alle andere kleuren ook. Maar ik ben begonnen, ik dacht, ik ga de inspiratie op Cedergine doen vanochtend. Maar nice, meer, I love it. Maar het is, jullie zien er alle twee fantastisch uit. Ik vind het niet, ik ben niet iemand die dan... ook bijvoorbeeld, ik ben geen slechte verliezer. Weet je wel, ik ben nu eigenlijk alleen maar dankbaar om de kansen die ik gekregen heb. Ben ik zuur? Ja, natuurlijk ben ik zuur. Ja, maar maak je dan een slechte verliezer? Ik zeg altijd, de meiden zeggen ook wel van ja. Ik zeg, maar moest het me niks doen, dat zou pas erg zijn. Ja, inderdaad. Moest het me koud laten, dan zou het pas erg zijn. En nu ben ik een beetje in between. Zo van, ik had er graag nog in gezeten. Oh, ik had nog zoveel meer willen laten zien. Maar dat is gewoon niet zo. En if you don't win Drag Race, there is always an all-star. En het gaat natuurlijk niet alleen om het winnen van de race, natuurlijk, maar de race komt eigenlijk daarna pas. En heel veel mensen hebben nu kennis met je mogen maken en hebben van je genoten. En ik denk dat je op die manier, dat eigenlijk al je grootste prijs moet zijn wat je er nu uit kan halen. Zeker weten, zo kijk ik er ook. Zoals ik in alle promo-interviews gezegd heb, en dat geldt voor elke meid die ooit gaat meedoen op Drag Race. Mm-hmm. Het is niet omdat je Drag Race niet wint, dat je daarom ineens een mindere drag queen bent. Nee. Want niks, maar ook niks van wat je daar doet, strookt met de eigenlijke realiteit. Weet je wel? Nee. Ik word nergens geboekt op een trouwfeest om Snatch Game te doen. Waarschijnlijk word ik binnenkort wel heel veel geboekt als Mega Mega Mindy. Maar ja, absoluut. Whatever. Dat is natuurlijk ook een groot succes. Was het je eerste keus, Mega 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 Mindy? Nee, ik had eigenlijk eerst Paul Jambers.
Oh ja. Wie zijn ze, wat doen ze en waar komen ze vandaan? Ja. Dat had ik dus eerst. Dan toch door de een of andere reden heb ik dan toch besloten om Mega Mindy te doen. En ik kan u ook zeggen, zo'n snatch game, dat duurt geen 3 minuten. Hè. We hebben daar echt 3 uur, 2,5 uur tot 3 uur in die panel gezeten. En ik ben zeker dat er ook heel veel goede dingen bij waren. En, voilà. Maar het is wat het is. Voor jou is helaas nu de Drag Race, het Drag Race avontuur qua afleveringen afgelopen. Maar wat ga je nu doen? Wat staat er nog meer op de planning? Ik ben volop aan het werken. We beginnen bij het begin. Ik heb natuurlijk 2 weken geleden de Meet the Queen show georganiseerd in Antwerpen, die ook op 2 weken tijd volledig was uitverkocht. En ik vind het niet alleen leuk om op de bühne te staan, maar ik vind het ook heel leuk om dingen te organiseren en om dingen in elkaar te steken en zo. Dat doe ik al heel lang. Mijn eigen shows maken ook. Dus daar ga ik zeker mee verder. We zijn nu denk ik bezig met Meet the Queens naar Amsterdam te brengen en dan misschien een klein toertje in de mate van het mogelijke door Nederland te doen. Verder heb ik een parodie gemaakt. Die wordt vanaf morgen is die te bekijken op mijn OnlyFans-pagina. Yay. En vanaf zaterdag wordt die gereleased op YouTube. Ik ben volop bezig met een kerstalbum. Ik heb al 3 kerstnummers helemaal klaarstaan voor de kerstperiode door te gaan. En voor de rest ga ik gewoon verder met Cedergine, waar dat Cedergine eigenlijk goed in is. Dat zijn die comedy-parodies en die comedy-acts maken. En daar ga ik mijn eigen vooral terug op focussen. En ik ben gewoon wachtende op alle mooie dingen die nu op mij afkomen en op de grenzen die terug open gaan en om de wereld te laten zien wat ik eigenlijk echt doe. Want dat heb ik natuurlijk niet echt kunnen laten zien op Drag Race. Niemand van ons. Lieve Cedergine, waar kunnen wij jou volgen op het wereldwijde web? Jullie kunnen mij sinds vandaag volgen op Cameo. Ik heb een Cameo-account gemaakt. Dus als je your loved ones or hate ones een leuke message wilt sturen, dan kan dat via Cameo. Leuk. Je kunt me terugvinden op Instagram, Twitter en Facebook, allemaal onder dezelfde naam, Cedergine Official. Staat hieronder. En voor de rest zit ik nog altijd op. Voor de rest zit ik nog altijd op Grindr, Tinder, Gay Romeo, Chill App. Dus. En dus OnlyFans. En OnlyFans, ja. Nou. Toch, wij gaan het volgen. We gaan alles hieronder linken. Heel erg bedankt voor je tijd. Super fijn dat je bij ons te gast wilde zijn. En we wensen je heel veel succes in de toekomst met al je prachtige... Oh, we zien elkaar snel, daar ben ik zeker van. Ja, dat weet ik zeker. Dankjewel, lieve schat. Dankjewel, lieve hart. Bye, bye. Bye. Wat een schat, hè. Wat een lieverd, hè. Zo leuk. Nou, fijn om daar even gesproken te hebben. Ja, fijn om te zien dat het goed met haar gaat. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen. Het is alweer klaar, hè. Oh, god, zo snel gaat dat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben mijn nagel kwijt, wacht even. Ik wil graag de nagellijmfabrikant van Heisa bedanken. We willen natuurlijk Dennis Diem bedanken, die bij ons te gast was. En The Student Hotel. Vind je ons programma nou leuk? Abonneer je dan alsjeblieft op mijn kanaal. Doe je de duimpjes omhoog bij de aflevering. Vind je ons heel erg leuk? Kun je ook onze merch kopen? Ik heb toevallig een kunt t-shirtje aan, of een sunt t-shirtje, zoals sommigen het noemen. Vind ik ook goed, zolang je het maar koopt. We hebben leuke t-shirts, mutsen, tassen. En er komt nog veel meer. En er komt hartstikke veel aan, hartstikke leuk. In ieder geval bedankt voor het kijken en de volgende keer bij ons. Dank jullie wel. Doeg!